Hallo luidjes, super tof dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Mijn naam is Roel Kuipers en het is op dit moment 7 uur en ik ben onderweg naar het werk. Ik heb weer een ochtenddienstje, dus zometeen om 4:15 zijn we weer klaar. En dan begint de avond. Wat we dan gaan doen, dat weet ik nog niet precies. Maar we moeten eerst in ieder geval werken. Ik ben weer thuis van het werk, ben even omgekleed naar de erop uit hoodie en het is nu tijd om gelijk weer naar Emmeloord te gaan, want vandaag gaan we naar de kermis. We zijn op de kermis! Een lokale nieuws, een vast onderdeel in deze show en vaak denken we een beetje van hoe gaan we het deze week weer doen. We doen het vaak over een standaard muziekje heen, een nieuwsmuziekje. Maar vandaag is het bevrijdingsdag, dus we doen het allemaal net eventjes anders. En daarom schakelen we even over naar 2 dagen geleden. We zitten natuurlijk op dit moment midden in de ochtendshow, maar het is tijd om even een klein stapje terug te gaan in het verleden. Want het is op dit moment woensdagavond en ik sta samen met Harjan op de kermis. Harjan, ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Wat gaan we doen? Nou, wij zitten natuurlijk met een probleem en dat is dat we wekelijks iets doen waarvan we allebei denken, dit kan en moet leuker. Ja. Weet je wat het is? Nee. Dan heb ik het natuurlijk over het lokale nieuws. We zitten vast. We zitten in een soort roulatie die niet bevalt. Dus we moeten op zoek naar een nieuwe creatieve manier om het nieuws te doen. Daarom dacht ik, het is vandaag 5 mei. Het is een beetje een feestdag. Laten we lokale nieuws doen vanuit de zweefmolen. Vanuit de zweefmolen? Ja, we gaan een lokale nieuws doen vanuit de zweefmolen. Nou, ik heb de tekst geprint. Vrij groot ook. En dat moeten we dan gaan vertellen? Dat gaan we vertellen. Ja, even een kleine disclaimer. Maar het zijn niet de meest serieuze nieuwsfeitjes. Dus het kan misgaan. Dat is oké met deze nieuwsfeitjes. We hebben er allebei één en we gaan kijken hoe dat gaat in de zweefmolen. Ben je er klaar voor? Ja, let's go. Woehoe. We hebben toestemming van de zweefmolen, dus we kunnen het gaan doen. Nu is de grote vraag. Jij gaat als eerst. Ja. Dat betekent dat ik jou ook een keuze ga geven. Dus? Tussen een nieuwsfeit over de atletiek of een nieuwsfeit over een podcast. Atletiek? Nou, dan geef ik jou het atletiek papiertje mee. Die mag je pas openlezen als de zweefmolen enigszins goed op gang is. Dan meteen als het begint, hoor. Ja, nee, maar je moet wel even een goede set hebben gekregen voordat je... Ja, ben je er klaar voor? Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ook. Nou ja, wat ik nu weet en wat jij niet weet, is dat ik heb gevraagd of het bij jou wat extra kan. De AVNOP speciaal atletiekwedstrijd. Die vandaag in Emmeloord voor het eerst werd gehouden, valt goed in de smaak bij de atleten. De wedstrijd waarbij de hardlopers discuswerpen en waarbij de polstokhoogspringers of iets dergelijks. Nou, dan even na het weerbericht denk ik dan maar, want ik word hier kotsmisselijk van. Wim Bouwhuis van de AVNOP, volgend jaar een vervolg. Bouwhuis, er is jarenlang een hurde speciaal in Epe geweest. Toen wij... Ik kom in halverwege. Ik heb echt werkelijk waar niks hiervan kunnen zeggen. De rollen zijn nu omgedraaid. Harjan heeft net zijn tekst gedaan en ik zit nu ook in de zweefmolen. Ik heb hier helemaal geen zin in, want die mensen zijn ook veel te fanatiek als het om duo opgaat. Heb ik net al bij jou gezien. Deze tekst is ook niet best. En we gaan. Ja, jij hebt het ook niet makkelijk als cameraman, hoor. Hoe hou je dit vast? Oké. Die tekst, het is toch ook onmogelijk om die tekst te kunnen lezen? Oké, daar gaan we. Het is een mix van een zeemanskroeg, een rariteitenkabinet en een niet veel groter dan 5 vierkante meter. Ik kan mijn tekst niet meer lezen. 5 vierkante meter, de kopstootbar. Het via verrijbare cafeetjes tot zaterdag in Rutte. Hey Rutte, leuk dat je Rutte stond. Later. Later. Ah!
Ik kom niet meer aan mijn tekst toe. Oh, yo! De cameraman! Later dit jaar gaat hij ook nog naar andere plaatsen toe. In Flevoland. De kroeg. Opgetekende verhalen worden binnenkort onder de raam Radio Kopstoot als podcast uitgebracht. De Kopstootbar is ontstaan als initiatief van Flevolab. Een samenwerkingsverband tussen de Flevolandse cultuurinstellingen, Vis-a-Vis, de Subaria en Prins te Paard en het Flevo Assembler. De afgelopen maand stond de Kopstootbar in Nagelen, op Urk en nu dus in Rutte. Oh, dit was verschrikkelijk. Dit doen we nooit meer. Woe. Tot zover deze speciale nieuwsuitzending vanuit de Zweefmolen. Hoe vond jij het? Dit was wel heel spectaculair. Ja, vond ik ook. Maar ik denk niet dat we dit nog een keer moeten doen. We moeten gewoon voortaan het nieuws gewoon weer doen vanuit de studio. Dat is een stuk beter, denk ik. Lijkt me heel. Sorry, mocht je nieuws willen lezen, dan is het allemaal terug te lezen op omroepflevoland.nl. Dan is het gewoon tijd om terug te gaan naar de studio. Ik was toch ook geen rollaat. Ja, ik ook. Mag jij rijden? Arjan en ik gingen in deze Octopus attractie die echt veel te lang duurde. Dus daarom laat ik je ook gewoon de volledige beelden zien. Zodat je onze gedachten mee kan maken. Hoi yo, waarom zit ik aan de buitenkant? Ik heb zoveel spijt. Oh, ik voel allemaal zeker naar één kant gaan. Dat je moet stoppen en dat punt hebben we al wel bereikt.
Het is nu gewoon... Ja, dit is een naderen nu het dieptepunt. Oh, ik ga het nu. Wat? Hoe die is aangetikt. Net deed je nog. Oh, zo. Had je helemaal gehouden? Oh, zo, die box is zo klein. Maar joh. Nou, dat gaan we echt volgens mij. Ik ben er wel klaar mee. Deze hobbertjes zijn heel naar. Nou. Wat voor cijfer geven we deze attractie? Begin 9, einde 3. Waarom gaan we ook nog zo vaak op en neer? Ja, denk, dan ga je straks in één keer heel snel. Ja, denk je? Ja. Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Ja. Het is goed hoor, het is goed. Rook, hij vliegt met de pink. Hij slaat de bol en wij zitten erin. Oh, de lampen gaan ook uit. Zo, jeetje. Jeetje, ik was er wel klaar mee. Ja. Waterpijp. Speltip 18. Weet wanneer je moet stoppen. Oh. Je moet een beetje springen alsof het hoog zijn. Ah!
voel mij echt hondsberoerd, maar we konden ook weer niet in een rustige attractie zoals deze. Dat mocht niet van jou. De kermis is opeens dicht. Opeens? Ja, opeens. Dus we gaan. Ik ben net thuis. Ik ben nog steeds vrij draaierig, dus ik ga ook gelijk naar bed. Vond je dit een leuke vlog? Doe even een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op dit kanaal, dat is helemaal gratis. En dan mis jij niks. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. En tot morgen 6 uur bij een nieuwe.